De blusgroep van de brandweer uit Zeeland hield dit jaar een bijzondere teambuildingsoefening. Ze gingen voetballen op het terrein van Festilent, in vol ornaat. En dat wil in dit geval zeggen brandweeruniformen. Ja! Je moet slagen, hè? Weet ik! En ook een beetje op! Rechtsom maken! Blijf in formatie! Jongens, geen risico's! Zo, 3-2-4! Ja, zie! Rustig! Marcel, ik heb ontzettend veel gehoord en ik ben heel dikwijls bezig geweest en heb zat van teambuilding, maar waar ik hier aan teambuilding zie en hoor, vertel eens, wat gebeurt hier? Ja, we zijn hier aan het voetballen met onze Post Zeeland, met ademlucht op, hè. Dus met ademluchtmasker, de fles op, dus echt, wij zijn afhankelijk van de lucht in de fles. Nou, dat loopt al lastig, hè. We hebben geen voetbalschoenen aan, maar onze uitdrukschoenen, laarzen, uitdrukpak. Wel overal, dus niet de jas aan. En wij doen hier teambuilding. Ja, en tegelijkertijd, dit zijn mensen die al lang bij de brandweer zijn, dus die eigenlijk wel weten hoe dat je met perslucht en zo om moet gaan. Maar ik heb ook begrepen dat je een aantal nieuwe brandweerlieden erbij. We hebben sowieso 6 nieuwe brandweermensen erbij, 5 in opleiding. Maar Anouk hier, die is al opgeleid manschap A en zelfs chauffeur, voertuigbediener en pompbediener. Ik heb zelfs net de diplomalijst gezien voor pompbediener, voertuigbediener, had ze een 10. Dus ja, in Zeeland is het weer gewaarborgd, zo'n goede chauffeur met zo'n goede pompbediener. Maar misschien wil ze zelf wel iets zeggen, want het is de eerste avond dat ze hier is. Dus... Ja. Anouk, jij bent geen Zeelands, heb ik begrepen. Stel jezelf eens even voor. Nou, ik ben Anouk Hoogvliet. 22 jaar, kom uit Heinenoord. Ik werk ook nog in Abijland. En daar doe ik ook mijn brandweer Abijland uitdrukken, brandweer Heinenoord. Ik kwam steeds verder meer naar Zeeland. Dus ik dacht, nou, wellicht kan ik hier wat betekenen. En hier sta ik. Want jouw vriend die komt uit Zeeland? Ja, klopt inderdaad. Ja. Nou, ik werk op maandag in Zeeland, vanuit huis. Okay. Dus voor mij is het maar een anderhalf minuut naar de kazerne. Dus dat valt nog alles mee. Nee. Nou, heb je hier voor het eerst een teambuilding. Heb jij in Oud-Beierland of waar jij bij de brandweer bent ook ooit zoiets meegemaakt wat ze hier doen? Ja, teambuilding is een van de belangrijkste dingen binnen de brandweer. Dus ook daar zien we diverse teambuildingsactiviteiten. En ik denk dat dit een mooie samenloop is van teambuilding en conditie. Ja. En dat is toch ook wel belangrijk bij de brandweer. Staan jullie voor of sta je achter? Wij staan voor. Goed gedaan. Ik heb wel gehoord, je hebt de nodige diplomas heb je al gehaald. Ja, klopt inderdaad.
manschap A en chauffeur-pompbediende. Chauffeur-pompbediende, dus dan, dat betekent dat jij ook met zo'n groot apparaat kun jij de weg op om de pomp gaan te installeren. Ja, klopt inderdaad. Jongens, geen risico's! Zo, drie, twee, vol! Komen er nog meer van zulke avonden? Ja, we hebben in juli hebben we ook weer een teambuildingsavond. Die moeten we nog invullen. Dat doet altijd een kleine commissie, die bereidt ervoor. Die hebben dit nou ook voorbereid. En dan doen we weer iets anders leuks. Maar dit is wel een hele goede combinatie, wat Anouk ook zegt. Onze conditie is heel belangrijk. Hè? Het omgaan met ademlucht. Weten je ademhaling te beheersen, ook in moeilijke situaties. Nou, dus dit is perfect. We hebben aparte spelregels straks te horen gekregen. Maar ik zag dat we nou 3-2, dus ze worden beter. Dus we moeten bijna weer... Maar ik nou hoor, ik hoor van allerhande fluitjes op de achtergrond. Zijn er nou meerdere scheidsrechters of betekent dat ook iets? Of je goed naar huis gaat. Dat betekent dat de fles bijna leeg is. En die afspraak is ook, we spelen door, want hij geeft op een gegeven moment het signaal dat hij halverwege is. Hij geeft een signaal van hey, nog 50 bar. Maar hij geeft ook dit signaal, dan is hij bijna leeg. Dat wil ook zeggen, in een brand, dat wij weten, dan wij moeten nu naar buiten. Want wij zijn afhankelijk van die ademlucht op ons rug. En dan moeten we naar buiten. Dus hier is ook de afspraak, als hij fluit, dan wordt er gewisseld. Dat is het moment van wisselen. En het signaal is ook extern te horen. Dus waarschijnlijk, als je met een paar man in een pand bent, dat je dat van elkaar kunt horen. Ja, het is zelfs, hè, in geval van nood zou je ook nog, hè, van, dan kunnen ze je ook gemakkelijker vinden. Maar daar is je eigenlijk niet voor bedoeld. Het is vooral bedoeld, het is een terugtocht-waarschuwingssignaal. Dus het geeft aan, het waarschuwt de brandweerman in de dichterrook wanneer hij moet terugkeren naar buiten. Jij bent nou bij een brandweerkorps in het Landertse. Vergelijk dat nou eens met een brandweerkorps waar jij in vandaan komt. Nou, vooral de taal en dialect. Ik denk dat het met ademlucht zijn mensen over het algemeen wat minder makkelijk te verstaan. Dus dat wordt nog een uitdaging. Maar ik hou van uitdagingen, dus dat scheelt. Leuk om even toe te voegen, want ze is dus bij de Vriendenclub in Zeeland. En daar zei ze pas een keer, ach Anouk, houd eens even een schottelslet. Ze wist het niet. Maar ze werd waarschijnlijk de griezel ook niet te staan. De griezel weet ze. Nee. De griezel te staan? Nee, maar dan moet u... Dat is de hark. Moet u zo'n rijnaasjes vaas maken, dan gaat u de griezel halen. Goed zo. Bedankt, okay. Bedankt aan Hoek en Marcel. Ja. Graag gedaan. Goed. Hier is de vraag. Oh!